Vandaag gaan we kijken naar de meest schattige dieren op het internet. En we beginnen met dit kleine varkentje. Oh. Kijk dan, het begint nu al zo schattig. Of deze mini koe. Dit is dus letterlijk een koe. Maar dan heel klein. Een mini koe. Bro, of wat hebben we hier? Nou, die oogjes. Bro. Ja, dit zijn dus de allerschattigste dieren op TikTok. En ja, het niveau is hoog, zoals je ziet. Deze dieren zijn zeg maar schattig. Gewoon extreem schattig. Ze zijn zeg maar zo schattig dat je gewoon... Je kan gewoon niet aan zeggen. Zeg maar, kijk dit dan. Wat is dit? Dit is een kat die lijkt op een worm en kijkt heel schattig tegelijkertijd. Gewoon te schattig. Oké, wat hebben we hier? Wakey, it's time for school. Come on. Wake up, it's time for school. Come on, man. Hij heeft geen zin in school, volgens mij. Hij heeft echt geen zin in school. En hij is zo schattig dat je hem gewoon lekker in bed moet laten liggen. Laten we heel eerlijk zijn. Ik wist niet dat een vleermuis schattig kon zijn. Nou. Bro. Oh my god. Nou. Ik ben zeg maar echt een hondenmens. Maar wanneer ik dit zie... Bro. Dit is wel echt next level schattig. Kijk, honden kunnen ook zo schattig zijn. Maar dit is wel nog schattiger, zeg maar. Jeetje. Ik wil hem gewoon hebben. En ik ben allergisch voor katten, hè? Besef dat. Daarom ben ik ook een hondenmens. Want ik ben allergisch voor katten. Maar als ik dit zie, dan wil ik gewoon mijn allergie. Zeg maar, ik heb het gewoon voor over. Dan maar dat ik de hele dag ga niezen. Maakt me niet uit. Hier, nog één keer. Zeg maar, ik wil hier gerust voor niezen. Maakt me niet uit. Dit is gewoon te schattig. Dit is gewoon te schattig, bro. Show me someone that lives in your house rent free. Nou, hij mag ook in mijn huis rent free leven. Ja, dit is dus iemand die geen huur betaalt. Rent free, bro. Tuurlijk leeft deze rent free, want gewoon veel te schattig. Wat hebben we hier? 1000 honden. Wow. Oké, dit zijn allemaal van die pomskies volgens mij. Nee, Pomeranians of zoiets. Weet ik veel hoe ze heten. In ieder geval, het zijn er heel veel. Jeetje, heel veel. Zeg maar, iets te veel. Zeg maar, gewoon veel te veel. Je gaat me niet zeggen dat letterlijk al die honden gewoon een naam hebben en dat zij ze allemaal weten. Dat zou echt heel knap zijn. Dat zijn echt 80 honden. Wat gebeurt hier? Wat is dit? Hè? Hij is aan het roeren. Is dit een aapje of zo? Dit is wel heel schattig. Het is een aapje, een babyaapje. Nou, dat... Oh, dit moet illegaal zijn, toch? Dit kan je niet als huisdier hebben, denk ik. Tenminste. Niet in Nederland, in ieder geval. Oh my god, zo schattig! Oh, kijk dit dan! Nou! Zo fluffy ook, zeg maar. Zeg maar, hij kan zijn hoofd er net niet tussen stoppen. En als hij het doet, dan komt al dat hondenwol, zeg maar, bam, naar voren. Heel erg cute. Oké, volgens mij moet je redden, vriend. Volgens mij moet je redden. Oh nee. Oké, die had ik niet verwacht. Die zag je niet aankomen. Nou, gewoon letterlijk, de kat is bang voor een puppy. De kat is bang voor een puppy. En de puppy is ook de kat kwijt, volgens mij. Ja, dit was dus een puppy die een kat aanviel. En de kat rent ook echt weg van, wat is dit? Oh jee, dit is veel te schattig. Dit zie je nu al. Oh. Ik word er ook gewoon helemaal stil van. Zo schattig is het. Ik wil dit gewoon hebben. Waarom kan je geen puppy hebben die gewoon altijd de puppy blijft? Stel je voor dat zou kunnen. Dat zou echt leuk zijn. Oké, deze hond is schattig en heeft skills tegelijkertijd. Wat? Het is gewoon een 2-in-1, zeg maar. Hij is super skillful en hij heeft ook, zeg maar, heel schattigheid. Wat een hond, dames en heren. Als je met deze hond gaat wandelen, dan doet hij gewoon parkour tegelijkertijd. Oh my god. Oh my god. Dit is echt gewoon veel te schattig, bro. Ik zeg maar, konijnen zijn gewoon te schattig. Konijnen kunnen heel eng zijn of zo. Ik weet niet waarom, maar dat kan. Maar ze kunnen ook heel schattig zijn. En dit is zeg maar de schattige kant. Oh nee, ik denk dat we weer een puppy hebben. Ja. En ook nog eens de allerschattigste puppies die er zijn. Namelijk van die golden retriever puppies. Dat zeg maar... Schattiger is er niet. Bro, die ogen. En zo. Poep, 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 poep. Ja. Het is gewoon.
Ik zeg altijd dat Satisfy maandag mijn favoriete dag is, maar schattige dieren bekijken is misschien... Ja, komt het dichtbij, zeg maar. Oh my god, deze hond is echt perfect. Deze hond is echt perfect. Zeg maar, wat? Ik weet niet waarom, maar deze hond zag gewoon perfect uit. Oké, we hebben voor het eerst geen hond, kat of een konijn. We hebben een schildpad? Een schattige schildpad. Wat? Ik weet niet of ik deze schildpad nou heel schattig vind of eerder heel eng vind, zeg maar. Als een schildpad zo naar mij zou kijken de hele tijd, hij lijkt wel bezeten. Hey, let's go, de olifant! Yeah, deze olifant die heeft de tijd van zijn leven. Allebei de olifanten hebben de tijd van hun leven. Yeah, ik weet niet wat voor muziek ze aan het luisteren zijn, maar ik denk hele goede muziek. Hij heeft de hele gang gebracht. Oh my god. Bro! He brought the whole gang, yeah! Let's go! Dat is wel erg nice. Dat je gewoon je hond kwijt bent en dat je hond dan opeens eraan komt met gewoon 50 andere honden. Het zou gewoon mijn geluksdag zijn. Wat hebben we hier? Dit zijn eenden. Ik heb echt nog nooit zulke eenden gezien. Misschien kom ik gewoon nooit buiten, maar deze eenden zien er echt heel bijzonder uit. En ook heel schattig. Oh my god. What was that? Was that a growl? Give me that duck. Give me that. Give me that duck. All right, you can keep the duck. Dat is gewoon echt... Het is gewoon veel te schattig. Ik hou het gewoon niet meer. Ook dit soort filmpjes, dames en heren. Dit is toch te schattig? Kijk dit dan. Zeg maar, golden retriever puppy. Zeg maar, ik zweer het je. Als er een puppy schattig is, dan is het een golden retriever puppy. Ze zijn zeg maar van die kleine, wollen, blonde hondjes. Gewoon... Ah! Gewoon veel te schattig. In ieder geval, dames en heren, dit waren de schattigste dieren op TikTok. Wil je nou nog meer schattige dieren zien? Klik dan snel op deze video. Doe ik even een duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren. En dan zeg ik Mick out.